Goedemorgen. Ik wil met u beginnen met een aantal liederen. En dan hoop ik eerlijk gezegd dat Martin de goede heeft, want ik had twee briefjes door elkaar gehaald. We beginnen met lied 251. Klopt dat? Helemaal goed. Lied 251. Stromen van zegen gaan komen. Dat is beloofd door Gods trouw. Milde seizoenen verkwikken. Het hart dat kommerde zou. Stromen van zegen. Daarom hier smeken bij u. Drinken de dauw der ontferming. Vragen we uw overvloed nu. We zingen de liederen achter elkaar. Wat we met elkaar gaan zingen is 329. Geest des Heren, woon in mij, dat ik vol genade zij, die ik niet alleen geniet, maar in anderen overgiet. Dat ik mijn leven hier besteed, zoals Jezus zelf het deed. En we zingen ook hier alle coupletten achter elkaar. Thank you.
gaan verder met zingen. En dat doen we met lied 334. Heer, als ik uw nabijheid mis, dwaal ik in de duisternis. Maar de zwartste nacht wordt dag, als ik u volgen mag. God, verhoed mij dat aardse schijn ooit mijn valse gids zou zijn. Gun mij toch de zekerheid dat u mij steeds leidt. Uw nabijheid, Heer, laat mij steeds ervaren weer uw nabijheid, Heer. Morgen weer bij elkaar te zijn om weer gezegend te worden door het woord, door de Heer. Een enkele aankondiging. Aanstaande donderdag is er weer samen aan tafel. En verder gaan alle activiteiten op hun tijd gewoon door. Volgende week zondag staat de dienst onder leiding van Ruud. De bloemen gaan vandaag naar Chernot Dragon. Die is verhuisd naar de Merwelanden. Adres... Nieuwe adres die gaat u nog wel krijgen in het Caspis Nieuws. En nu gaan we in voor een goede dienst onder leiding van de majoors Leij. Welkom, fijn dat u hier vanmorgen wilt zijn en we gaan graag naar u luisteren. Heel goedemorgen en welkom in de naam van Jezus Christus. Ik groet iedereen. En de vraag is, wie kent Jezus Christus? Zijn er mensen? Heel goed. Nou, andere vraag, wie kent mij? Zie wat de verschil. Wie ben ik? Nou... neem uw plaats voor de eerste lied. Ik wil een klein beetje toch iets over mijzelf zeggen, dat het komt over meer persoonlijk. Mijn geloof, mijn liefde voor Jezus Christus naar u. Ik ben Gunne van der Leij. Hoor misschien accent en denk, ja, nou, waar komen ze vandaan? Niet Polen. Altijd vraag, kom je uit Polen? Niet. Ik kom uit Letland. Ik ben Lets. Ik ben major, dat betekent bijna 20 jaar in dienst. Heb ik 4 korpsen gedaan in 4 verschillende talen. Eerste korps was in Letland, in Riga, in Lets. Daarna was ik getrouwd met mijn man André, die ontmoet ik in Londen. En toen had ik korps in Daugavpils, een Russische gebied van Letland. Moest ik alles in Russisch doen. Daarna, 10 jaar terug, kwamen we... Hele gezin met 2 dochters naar Nederland. Mijn eerste korps was in Eindhoven, deed ik in Engels. Kon niks
eigenlijk zeggen in Nederlands. De eerste zin heb ik geleerd was, ik ben moe. En de laatste 4 jaar was ik korpsofficier in Spijkenisse. En toen deed ik alles in Nederlands. Zo, dat is kortom over mij. Maar wij gaan ook met de samenkomst. En er komt de eerste lied na de voorzang. Ook een mooie, alle liederen zijn daar. Vreugde komt het woord vandaag meer en meer naar voren. En daardoor het lied 434. Vreugde, vreugde. Er is vreugde in het leger. Welke leger? Ja, niet leger des Heils. Des Heren, oké. Okay. Oh, zoeken maar. Is er een tekst? Ja. In het leger des Heren. Wauw, dat is nog iets groter en meer. Gelukkig als we vreugde in het leger des Heils kunnen hebben. Maar des Heren, leger des Heren. En ik denk, het is een vreugde lied met de vreugde in de hart. Weet ik niet of dat is voor iemand te vroeg of niet, maar gaan wij dat proberen. Die dat willen staan en handen klappen, alles mag, alle vrijheid en de vreugde in het leger des Heren. Eerste lied gaan wij zingen. Beleven en dat doen we met het lied 94. O kom,
in mijn hart, Heer Jezus. Wat een bekende woorden. Een bekende lied, voor meestal voor iedereen. Maar dan is dat verzoek, o kom in mijn hart, Heer Jezus. Is Gij niet al in mijn hart? Wat zingen we eigenlijk? Wat vragen we eigenlijk? Jezus is onze Heer. Jezus is onze Redder. En toch bidden wij, kom in mijn hart, Heer Jezus. En daar wil ik dat we ook nadenken. Dan wat is het verschil? Wat vraag ik eigenlijk? En vandaag wil ik onze gedachten richten aan, wat tegenwoordigt Jezus? Hij is al in mijn hart, maar wat tegenwoordigt Jezus in mijn leven? Dat ik nog steeds vanochtend wil Hem in mijn hart vragen om te komen. En voor mij Jezus tegenwoordigt bijvoorbeeld Gods liefde, vrede, vreugde, die dingen. En daarom, ik vraag dat we de eerste couplet gaan zingen het als het gebed. En dan stilstaan met die vraag, kom in mijn hart, Heer Jezus. En wat wil ik dat Jezus in mijn hart door mij tegenwoordigt? Voor mijzelf, voor mijn korps, voor mijn land, voor de wereld. In stilte. Daarna zingen wij de tweede couplet en dan vraag ik of meerdere mensen wil bidden voor ons en dan de derde couplet. O kom in mijn hart, Heer Jezus. Blijven in stilte voor een momentje. Tweede couplet, o kom in mijn hart, Heer Jezus. Thank you.
mensen vraag om te bidden. Heer God, we bidden graag om bij u. En we weten dat we in ons bloed zijn, Heer. Maar ons verlangen is hier dat mensen kunnen zien dat u in ons bent. Heer, zegen ons en stel ons dat zegen. Mensen hebben elkaar nodig, Heer, om te mogen weten dat u onze vader bent. Dat u de leider bent van alles wat er gedaan wordt voor de Heer. En ja, en soms dan begrijpen we alle dingen niet wat u van ons wilt. Maar help ons, Heer, om daar open voor te staan en ons te laten leiden. Dat is datgene wat u voor ons belangt. Amen. Jij mag de morgen voor ons betekenen. En ik mag het ons opzingen. Kom in mijn hart, Heer Jezus. We weten, Heer, dat u in ons hart bent. Maar u wilt ons meer geven. Geef ons de morgen uw heilige geest. Heer, dank u wel dat u er is en die ons terechtwijst wat we moeten doen en hoe we moeten leven. Ik dank u dat uw kinderen nodig zijn en dat u ons leven in uw hand hebt. Heer, er is zoveel onrecht en zoveel ontreden en zoveel verdriet en ellende in de wereld. Maar Heer, één weet u zeker, u houdt de wereld in uw hand. U doet wat goed is, Heer. Maar Heer, soms kunnen we het niet begrijpen. Daarom leg ik dit bij u, Heer. Geef uitkomst, Heer. Geef vrede. Heer, ik dank u voor onze schorps, dat we nog iedere zondag zo fijn bij elkaar mogen komen. Dat we uw naam mogen beleiden, dat we uw lof mogen zingen. Heer, dank u wel, dat er zijn zoveel fijne dingen nog in ons leven. En daar danken we u voor. Heer, wij zijn ook soms momenten van verdriet en van eenzaamheid. Maar Heer, daar bent u ook en u wilt u ons betrekken. U wilt ons, ja, uw steun geven, u wilt ons geven wat we nodig hebben. En vanmorgen wil ik dat voor ons allemaal vragen. Wilt u ons uw heilige geest maken, Heer? Wilt u ons vrede geven? Geef ons liefde. Geef ons verdraagzaamheid. Laat het zo zijn, Heer, dat de wereld van ons kunnen zien dat we u hebben. Dat we lief hebben en dat u, ja, ons leven leidt en dat wij anders mogen zijn. Maar dat wij in deze wereld mogen staan, weer om getuigen van u te zijn. Heer, zeker de beloofd vanmorgen, als u woord brengt. Heer, laat het zo zijn dat we ingang wat in onze hart en dat we deze weer iets mee zullen doen. Heer, wilt u hem zeker. Heer, dank u wel voor ons volk. Zult u bij de zieken zijn? Wilt u bij degene zijn, Heer? Bij Jonas die donderdag geopereerd wordt. Wilt u hem zegenen, Heer, wilt u de doktoren helpen, Heer, dat alles goed zal gaan. Wilt u bij alle zieken zijn van ons volk, Heer, en bij de mensen die niet weer kunnen komen. En dank u wel, Heer, dat we ook weer zijn, die u vanmorgen wel in onze dienst hebt gebracht. Ik dank u, Heer, want we willen uw naam vanmorgen loven en prijzen, in de naam van Jezus. Amen. En met de derde couplet bidden wij voor de kracht en de moed. Dank u
Hemelse Vader, voor deze nieuwe dag. Dank u voor Jezus Christus en de Heilige Geest. En wij bidden, als we net gezongen hebben, Heer, maak ons vrij en woon in ons, dat we getuigenis kunnen zijn voor de wereld. Wij bidden ook voor de wereld, wat ook ellendes gebeuren op dit moment, ook in Turkije en Syrië, waar zoveel de dood mensen gegaan, waar zoveel verlies. Maar wij zien ook de eenheid van de landen die zijn om te helpen. Dat we kijken niet meer de verschil tussen naties, ook tussen geloof, maar we zijn er waar er is nood om te zijn. Uw liefde om te verspreiden. Ik bid voor de korps Dordrecht, met dankbaarheid voor een nieuw missionerwerker hier. Bid veel zegen, veel godsleiding voor iedereen. Dat bid ik in de naam van Jezus. Amen. Amen. En ik geef woord aan mijn man. Goedemorgen allemaal. Hoe is het met u? Heeft u er een beetje zin in vandaag? Oh, we gaan er een feestje van maken vandaag. Bent u daar klaar voor? Een beetje blijdschap in uw hart? Bent u met vreugde hier gekomen? Ja? Nou, ik zie nog een paar mensen, denk ik, maar ik weet het niet hoor. Het is een feest om hier te zijn. We mogen blij en we mogen dankbaar zijn dat we hier mogen zijn. Er zijn zoveel plaatsen waar het niet kan. Maar wij mogen bij elkaar zijn. En we mogen God eren en dienen. En we mogen vreugde hebben leven met elkaar. En dat gaan we dan ook proberen om een beetje te doen vandaag. Ik heb een aantal YouTube liederen van de opwekking heb ik uitgekozen. Om een beetje in de stemming te komen. Kunt u al een beetje... lukt het al een beetje of zijn de spieren nog niet helemaal los? U mag erbij dansen als u wilt. Ik ben heel benieuwd naar de brigadier. Als die aan het dansen is. Hè, brigadier? Ja. We gaan gewoon kijken. We gaan beginnen met het zingen van Laat ons met elkander. Laat ons met elkander, laat ons met elkander zingen, prijzen, lopen. Ja, fantastisch. Dat gaat helemaal goed komen. Ik heb dezelfde samenkomst heb ik een maandje geleden in Alkmaar gedaan. En die kenden het helemaal niet. Nou heb ik net even met Ruud gesproken. Die is net zo oud als dat ik ben. Nog een paar dagen dan ben ik ouder dan hem. Maar... hij zei van, jullie kennen het met allemaal wel. En zo te horen lukt het inderdaad wel. Maar ik heb het toch op YouTube staan. Ik hoop dat die erop komt. Nog niet? Heb je het een beetje in de gaten? Ze doen het in kanon. Gaat u dat ook lukken, denkt u? Ja? Dan gaan we gewoon zo dwars door het midden. Zo. En dan gaat de ene helft die begint eerst te zingen. En dan begint de andere helft. En dan doe je het gewoon in kanon. En dan gaan we gewoon een feestje bouwen met elkaar. Laat ons met elkaar zingen, prijzen, loven de Heer. We gaan dat nog een keer doen. Laat ons met elkaar zingen, prijzen, loven de Heer.
cacophonie van geluiden. En soms weten we niet meer, wat moet ik ook weer zingen, dit of dat of zo. Maar dat maakt allemaal niet uit, lieve mensen. We laten met elkaar gewoon zingen en prijzen en loven de Heer. En of we dat allemaal tegelijk doen of door elkaar heen, dat maakt onze lieve Heer niet uit. Want ondertussen, dan luistert hij ook wel naar de samenkomst van Almere of van Spijkenisse. Of... Dus het gaat toch allemaal door elkaar heen. Maar we mogen met elkaar zingen, prijzen en loven de Heer. En dat is het mooie. En dan gaan we het volgende lied zingen. En dat doen we ook met de hulp van het filmpje. En dat is... De vreugde des Heren is mijn kracht. Kent u die ook een beetje? De vreugde des Heren is mijn kracht. Ik heb een hele slechte stem voor, dus... Moet niet naar mij luisteren. Maar we hebben het ook op het scherm staan. En dan gaan we ook zingen. Moeten we nog een keer doen? Kunnen we dat nog een keer doen? Als je oké, we gaan het met de piano doen in plaats van met de. Kijk, Ruud die helpt ons al even, dat is heel mooi. Over. Ik denk dat het dan ook maar goed is dat ik even mijn mond hou. En dat één of eigenlijk meerdere van u nu de gelegenheid krijgen om een getuigenis te geven. Vertel waarom de vreugde des Heren uw kracht is. Vertel wat u heeft meegemaakt bij de Heer deze week. Of misschien in een grijs verleden al. Ja? Dus getuigenissen. En ik ben altijd erg geduldig. Dus als er iemand komt, dan blijf ik gewoon zitten, hoor. Ja? Getuigenissen. Ja. Een getuigenis met vreugde. Ik heb iets heel moois meegemaakt. Ja, ik maak natuurlijk veel mee, omdat ik natuurlijk bij 50-50 werk. En dan maak je zoveel dingen mee, dan kan ik zelfs een uur mee vullen. Maar het mooie is, we hebben natuurlijk in Dordt ook de winteropvang. Daar komen mensen die nog niet in de Kromhout terecht kunnen. En dat wordt gehouden, de winteropvang, dit jaar niet op de Maconiweg. Want dat wordt gebruikt voor asielzoekers. We hebben een biljartzaal gekregen van de gemeente. Waar we mensen opvangen, voor de winteropvang. Dat is vlakbij de Reeweg. En het mooie is, er was iemand die was nog maar net bij de winteropvang. Maar ja, die denkt, wat moet ik de rest van de dag doen? En die is bij ons bij 50-50 komen werken. Maar die wil zo graag bezig zijn, dat we zelfs besloten hebben dat hij de kleding mag doen. De kleding wordt bij ons dan weer allemaal uitgezocht, wat naar Richard gaat. Of ja, wat als poetsdoek wordt gebruikt. Want zo is het. Maar we hadden een tijdje niet zo iemand. En deze jongen, dan zien we... Dat hij zoveel plezier kon werken, dat je zo iemand deze opdracht kan geven. En dat eigenlijk danken wij natuurlijk daar de Heer voor, dat hij ons de mogelijkheid geeft om dat te doen. Het is zulk belangrijk werk, hè? Zo'n kledingwinkel of de kledingbeurs, zoals ze dat vroeger noemden. Ik kan me herinneren toen ik in Eindhoven was. Dan hadden wij, hoe heet ze het ook alweer? Hoe heet ons deel ook alweer?
Wimmers, ja. Ja. Hans Wimmers, die was onze deo. En die zei van, de kledingwinkel van vandaag is de straatzang van vroeger. Want daar ontmoeten we de mensen. En daar kunnen we vertellen over de liefde van onze Heer. En dat ze welkom zijn bij ons. En daar kunnen we de mensen inderdaad tegemoet treden. Ja, dat is toch prachtig. Mooi stukje werk altijd, de kledingwinkel. Wie van u wil nog meer getuigen? Kijk, halleluja. De Heer is goed. En iedere dag mag ik zijn zegen ervaren. En van vrijdag was ik bij Paul in het verpleeghuis. En toen waren ze aan het knutselen. En toen zat hij een hart te maken voor Valentijn. Nou, het was, u snapt het. Als je het verstand nog maar hebt van 4 jaar. Hij zat een hart te maken met allemaal gekleurde steentjes. En toen kwam ik en toen zegt hij, dat is voor jou. En toen was mijn dag helemaal goed. Ik dacht, wat lief. En weet je, als ik daar ben, er zijn 6 bewoners. En we zitten daar zo rond de tafel en we zijn zo met elkaar bezig. Vorige week hadden we koekjes gebakken. Nou, het leek nergens op en ze waren nog verbrand ook, maar dat geeft niet. Dan voel je je zo één met de bewoners. En dan denk ik, Heer, wat bent u goed dat ik dit ook mag beleven. Het is niet altijd somber of verdrietig, want het is ook fijn. En God geeft zoveel zegeningen. En ik zei het nog tegen Riet van de week. Ik had voor iemand in het huis waar ik woon, die moest een gordijntje korter gemaakt hebben. En dat heb ik gedaan. En dan komt er weer eens een andere. Een broek moet korter gemaakt worden. Nou, Dickie weet dat wel, hoe dat gaat in zo'n huis. En dat doe je dan gewoon. En dan is het, wat moet je hebben? Nee, niks. Dat doen we gewoon voor elkaar. Uit liefde, als vriendschap. En een vrijdagavond wordt er gebeld en dan kwamen ze met een bordje eten. Gree, hoef je niet te koken. En gisteren kwam de andere buurvrouw met een bordje eten. En toen dacht ik, Heer, wat ben u goed? Ik hoef 2 dagen niet te koken. Het zijn de kleine dingen in het leven. En dan denk ik, God zorgt voor ons. Houd dat vast. Ook in moeilijke tijden kan je blij zijn met de kleine dingen die God je geeft. En ik ben zo dankbaar dat ik iedere dag de nabijheid van God mag ervaren. En ik hoop dat u dat ook mag. Amen. Het zijn de kleine dingen die het doen. Die het doen. Ik weet het vast wel. Ja. Maar weet je wat zo mooi is? Die kleine dingen, als we dat binnen de liefde van God doen, zijn er van die hele grote dingen. En dat vult ons hart helemaal. Is er misschien nog iemand die hier wil getuigen? Mag hoor. Wacht gewoon hoor. Ja, zie je, als jij lang genoeg wacht, dan staat er vanzelf iemand op. Oh, zelfs kijken. Ja, vorige week zo'n hele mooie dienst gehad met Eduard. Ingezegend. En ik heb nu dit pakje aan en ik heb dit nog in mijn zak gestopt. Het pocketkruisje. Want ja, God is in mijn hart gekomen, in mijn leven, al heel veel jaren. En dat heb ik de afgelopen jaar mogen bezegenen, mogen inwijden. Dat ik die liefde die ik altijd in me had, ook op deze manier mag uitdragen. En op dat kaartje staat het pocketkruisje, met het kruis. Het kruisje dat ik bij mij draag, herinnert mij er telkens aan dat ik als christen leven wil en op Gods weg wil gaan. Het is een magisch stukje hout, geen toverbrengen van geluk. En het beschermt mij evenmin voor pijn of ongeluk. Ik draag het ook niet als een soort identiteitsbewijs bij mij. Het is het teken van contact tussen mijn Heer en mij. Als ik mijn hand steek in mijn zak, andere hand, omdat ik geld of sleutel zocht, voel ik dat kruisje dat mij zegt, Hij heeft je vrijgekocht. Het zegt mij dat ik danken mag voor zegeningen groot en klein en dat ik steeds in woord en daad zijn volgeling moet zijn, mag zijn eigenlijk.
Het herinnert mij ook aan het feit dat Christus troost en vrede geeft aan ieder die zich aan zijn zorg en liefde overgeeft. Zo draag ik het kruisje steeds bij me als teken van geloof en hoop, want dat is heel belangrijk wat God doet, dat Christus ook mijn Heer wil zijn als ik hem maar niet ontloop. Hij zit in mijn hart. Vroeger, toen ik nog wel eens een portemonnee bij me droeg, doe ik tegenwoordig niet meer, had ik hem in mijn portemonnee zitten. Hij ligt nu, ligt hij op mijn bureau. En ik zie hem regelmatig, het pocketkruisje. Ja, heel mooi. Is er nou iemand die zegt van, oh, ik wil zo graag? Dan mag dat natuurlijk. Eenmaal, andermaal. Dan gaan we luisteren naar het muziekkorps. Ik zag het programma van vanochtend. Ik denk van nou, dat gaat over vreugde of iets. Ik denk, wij spelen dan De Zon Schijnt in Mijn Ziel Vandaag. Allemaal uw getuigenis mag geven. En dat doen we door middel van de collecte. Thank you.
Dankjewel Ruud voor de mooie muziek. En dank jullie wel voor hetgeen je hebt gegeven voor het werk van de Heer. Vreugde, ik zat net te denken, ik word heel blij van een goed stuk chocola. Echt. Het vervelende is dat die blijdschap maar heel eventjes duurt. En dan vrij snel wordt het van, waarom pak ik nou weer zo'n groot stuk? Want chocola blijft plakken. Nou, dat herkent u. Heel anders is het met de vreugde die God geeft. Ik heb werkelijk de hele week nagenoten van alle zegen en blijdschap die we hier vorige week zondag met elkaar mochten delen en ervaren. Ik ben bij de seniorenclub geweest, een hele gezellige middag gehad. Ik kom vast nog eens terug. Waar ik ook blij van word, het is van verjaardagen. Ik heb al gezegd dat mijn entree in het Leger des Heils in Korps, toen Korps Den Haag-Rijswijk was. En daar had men de goede gewoonte om, als je jarig was op zondag en dan ook nog in de samenkomst aanwezig, dan mocht je naar het platform komen. En dan krijg je door de gemeente, door het korps, de zegenbeden toegezongen. Nou, volgens mij is dat het mooiste cadeau dat je kunt krijgen. Zuster Louise van Baal is jarig vandaag. Ik hoop dat ze de dienst terugluistert. Ook voor haar is de zegenbeden. Maar de andere jarige, zuster Heli Schorer, is aanwezig. En ik zei tegen de majoor, ik ga een nieuwe traditie beginnen. Hij zegt, nou, dat kan niet als het voor het eerst is. Maar als u over een paar jaar terugkomt, majoor, dan hebben we deze traditie in ere. Zuster Hilly. Ja, als u na de zomer komt, is het ook nog te vroeg, hè? En zuster Hilly, ja, die waardeer ik enorm. Ze is altijd bezig, altijd het goede met ons voor. En je hoeft maar te roepen van, kunnen we dan misschien... Ja, tuurlijk kan dat. We kunnen altijd eten en drinken en genieten samen met haar team. Ik wil u vragen om te gaan staan. Ruud zit al aan de vleugel. En laten we met elkaar voor Hilly en alle die haar dieren zijn de zegen toezingen. Ik ben heel lang bezig geweest om een lied eruit te zoeken. Wat zullen we gaan zingen? Wat gaat er over vreugde? Wat kunnen we doen? Maar ja, misschien zegt u wel van, ja, maar dat lied vind ik erg leuk. Of dit lied zouden we kunnen zingen. Of dat hebben we al heel lang niet meer gezongen. Daar heeft u nu uw kans. U mag even aangeven wat u graag wil zingen. Ik hoor wat gemompel. Grijp toch de kansen door God u gegeven.
piano gaat spelen? Ja, 3,95 was hij? 397 hoor ik zeggen. Het is alleen maar het koor, want vroeger had je een heel liedje bij, maar de nieuwe, op deze nieuwe, ben ik inmiddels ook alweer oud, maar staat alleen het koor. Dus we gaan alleen het koor zingen dan. Bijbeltekst voorlezen en dat komt uit Filippenzen 4, versen 7 tot en met 4 tot en met 7. En ik moet zeggen, een van de belangrijke woorden in de Bijbel als korpsofficier
deed ik veel voor de pastoraal bezoek, waar de zorgen zijn, waar de onrust komt, de woorden van Paulus. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niet bezorgd. Maar vraag God wat u nodig hebt. En dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Amen. En voordat we naar het overdenking gaan luisteren, zingen we nog een lied uit opwekking. Wees blij in den Heer en zing verheugd. Dat gaan wij doen. Wie wil staan en klappen en dansen, dat mag. Sneller en sneller. Gaat sneller en sneller. Wees blij. Wees blij in de Heer en zing voor de amen, halleluja. Jongen, jongen, jongen. Zijn jullie een beetje op adem gekomen? Ga er maar aan staan, hé. Verheugd, verheugd. Nou, laten we eens even horen. Wie is er blij? Steek uw hand op. Ik zie heel wat handen. Ik zie ook een aantal mensen zonder handen opgestoken. Nou kan dat natuurlijk zijn omdat ze verlegen zijn en dat ze het nog niet zo goed durven. Het kan natuurlijk ook zijn dat u echt niet blij bent. Dat kan natuurlijk. Nou, volgende vraag. Wie is er altijd blij? Dat is toch wel weer een stuk minder. Ik zie gelukkig toch nog wel een paar handen. Daar ben ik heel blij voor. Maar dat is toch wat, hè? Wees altijd blij. Wees altijd verheugd. Hoe kan dat nou? Dat kan toch helemaal niet? Nee, hè? Wie zei dat? Ja,
U bent het helemaal met me eens. Dat kan helemaal niet. Had ik blij moeten zijn met mijn jeugd, waarin mijn moeder al heel vroeg overleden was. Had ik toen blij moeten zijn. Of veel later, toen ik een hersentumor kreeg. Had ik toen blij moeten zijn. Ik denk het niet. En als we naar de wereld kijken, zijn er zoveel dingen die er gebeuren. Stikstofcrisis. Deze week nog de aardbeving. En nou ja, u kunt vast nog wel veel meer. De oorlog in Oekraïne, u kunt er veel meer opnoemen waarschijnlijk. Meer dan ik. En in uw eigen leven kent u natuurlijk ook omstandigheden. Waarin je niet altijd blij bent. Waarom niet? Ja, hè? Zie u me knikken. Ja, u doet mee, goed zo. Er is niet wel eentje die luistert. Maar lieve mensen, staat ook helemaal niet in de Bijbel dat we altijd blij moeten zijn. Laat de Heer uw vreugde zijn, zoals het in de NBV staat. Of in de oude vertalingen. Wees blij in de Heer. Wees verheugd in de Heer. Dat is natuurlijk wel heel wat anders. Maar wat betekent dat dan? Als je die Bijbel zo gaat lezen, wees altijd blij. Het staat op verschillende plaatsen in de Bijbel. Wees altijd blij. Dan denk je van, hoe kan dat nou? Die Bijbel, daar klopt helemaal niks van. Ik ben niet altijd blij. Ik kan niet altijd blij zijn. Er zijn omstandigheden waar ik gewoon heel erg verdrietig van word. Maar dan kom je dus op zo'n dingetje waar ik altijd van hou, hè? Waar ik altijd zeg. Je moet de Bijbel niet alleen lezen. Je moet de Bijbel bestuderen. Wat ik doe altijd, als voorganger natuurlijk, is heel veel commentaren lezen. Die gaan over het Bijbelgedeelte. Dan kan ik lezen wat ze erbij bedoelen en hoe de een en de ander er tegenaan kijkt. Maar je kan het natuurlijk ook doen door middel van het volgen van je Bijbelstudie. Ik weet niet of er hier in de korte Bijbelstudie gehouden wordt. Binnenkort. Nou, ik adviseer u om daar naartoe te gaan. Niet alleen om inderdaad meer van die Bijbel te weten. Want wat bedoelen ze dan met wees altijd blij? Dat kun je dan bespreken. Maar het helpt je ook als korpsgemeenschap om dichter bij elkaar te komen. Want je hoort de verschillende gedachten over een bepaalde Bijbeltekst. Je begint elkaar beter te begrijpen. Je voelt meer met elkaar mee. Een Bijbelstudie is heel erg waardevol als korpsgemeenschap. Dus als u inderdaad daar weer mee gaat beginnen, dan kan ik dat van harte aanbevelen. Ja. Je hoeft niet altijd blij te zijn met je omstandigheden. Er staat in de Bijbel een heel mooi verhaal, vind ik. En dat is het verhaal van Hanna. Wie kent Hanna? Dat zijn drie veel, sorry. Ik zie daar een hand opgestoken, daar heel voorzichtig. De berichten die ik heb, het vast wel. Hanna en Elkena. Wordt het dan al wat duidelijker? Nee. En als ik dan zeg, de moeder van Samuel, begint het dan een beetje meer te dagen? Ja. Hanna was een vrouw. Ik moet nu niet lachen, het is echt waar. Hanna was een vrouw. En ze was getrouwd met Elkena. En die twee die hielden heel veel van elkaar. Dat is heel mooi, zou je zeggen. Maar het trieste in dat huwelijk was dat het kinderloos was. En dat is natuurlijk een heel verdrietig iets. Vandaag is dat heel verdrietig. Ik weet niet of hier mensen zijn die kinderloos zijn, maar die weten dan heel goed hoe het is om ongewenst kinderloos te zijn. Maar in die tijd was dat nog veel sterker.
Want in die tijd had je natuurlijk ook die gevoelens. Je wil graag een gezin, je wil kinderen, et cetera, et cetera. Maar het was in de maatschappij ook heel belangrijk om met name een zoon te hebben. Zodat je dan een opvolging had voor als jij doodging. Dan kon de naam blijven bestaan. Dan ging het landgoed en dergelijke wat jij bezat, ging dan over naar de zoon. En dus was het heel belangrijk om kinderen te krijgen. Maar ja, zoals ik zei, dat ging dus helemaal niet. En dus, wat deed Elkana? Die nam er nog een vrouw bij. En met die vrouw kreeg hij wel kinderen. Maar van de ene vrouw hield hij heel veel. En de andere die had hij meer vanwege de kinderen. Ja, je snapt natuurlijk wel dat dat tussen die twee niet altijd even goed ging. En er werd veel getreid. Ik heb lekker wel kinderen, jij niet. Ieder jaar ging ze naar Silo toe. En in Silo, dat was het heiligdom van de Heer. Daar stond het ark van het verbond. Dat was nog voordat Jeruzalem al van Israël was. En de tempel er was. Gingen ze naar Silo toe. En in Silo brachten ze dan hun offers. Bijvoorbeeld in dit geval een vredeoffer. En een vredeoffer, dan offerde je het vet. En dat had dan een heerlijke geur. En dat ging naar de Heer. En dan was er een bepaald gedeelte van het vlees. Dat ging dan naar de priesters toe. En de overige vlees, daar werd dan een feestmaal van gehouden. Met het gezin. En ieder jaar gebeurde dat weer. En ook dit jaar. Ze gingen naar Silo. Ze offerden het vet. Zijn heerlijke geur. De priesters kregen gedeelte. En ze brachten een heerlijk feestmaal bij. Maar Hanna was erg verdrietig. Ze werd weer getreid door Penina. De tweede vrouw van Elkana. En ze kon geen hap door de keel krijgen. Ze vond het vreselijk. En dus wat deed ze? Ze liet de maaltijd staan en ze ging naar het heiligdom. En daar ging ze op haar knieën. En daar ging ze bidden. Bidden tot huilens aan toe. Tranen vlogen over haar wangen. En Eli, de hoge priester, die zei van, wat ben je nou weer dronken aan het zijn en daar aan het bidden? Ga toch weg, vrouw. En ze zei, nee, dat is het niet. Ik ben gewoon verdrietig. Want ik heb geen kinderen. En ik heb mijn hart uitgestort bij de Heer. Ik heb mijn zorgen daar gegeven. En Eli zei, oké, wees dan gezegend. En de Heer zal je gebed verhoren. En binnen een jaar kreeg ze inderdaad ook een kind. Dat was dan Samuel. Maar dat gaat even op het moment dat zij vol verdriet, door tranen toe bewogen, haar zorgen bij de Heer bracht. Ze knielde, zoals wij dat zouden zeggen, bij de heiligingstafel neer. En ze bracht daar haar zorgen. En haar vurige wens om een zoon te mogen baren. Een zoon te mogen geven aan haar man. En wat is dan het wonderlijke? Ze was klaar met het gebed. Eli had haar gezegend. En Hanna, die ging naar de maaltijd toe. En ze was weer vrolijk. En ze was weer blij. Eli had haar gezegd, er zou een zoon gaan komen. Zij vertrouwde op de Heer, haar God. Dat ze een kind zou krijgen. Ze had de zorgen die ze deelde met God, had ze bij God gelaten. En ze was vol vreugde weer teruggegaan. En dat is zo belangrijk, beste mensen. Ze had nog geen kind. Ze wist ook helemaal niet zeker, menselijk gezien, of ze ooit wel een kind zou krijgen. Eerlijk gezegd, gezien al die ervaringen in de afgelopen jaren, zou dat waarschijnlijk nooit gaan gebeuren. Maar Hanna vertrouwde op God.
En ze had vreugde in haar hart. Ze had de vreugde in de Heer gevonden. De Heer die vulde haar hart. Het vertrouwen was daar. De zegen had ze gekregen. En ze liet de zorgen achter. En vol vreugde kon zij aan de maaltijd deelnemen. Het is alweer lang geleden dat ik eens een keer een samenkomst heb gehouden. En toen had ik, kon ik nu helaas niet meer vinden, maar had ik allemaal stenen had ik meegenomen. En die had ik onder de stoelen neergelegd. En ik zei tegen de mensen aan het begin van de dienst, neem die steen in uw hand. En in eerste instantie voelt dat allemaal wat raar, onprettig en een beetje scherpe punten her en der en was niet zo fijn. Maar naarmate de dienst vorderde, raakte je daar aan gewend. En die steen die bleef in hun hand. En op een gegeven moment hadden ze niet eens meer door dat ze die steen in hun hand hadden. En aan het eind van de samenkomst hadden we het eindgebed. En heb ik de mensen uitgenodigd om die steen hier naar voren te brengen bij de heiligingstafel. Die steen die dan symbool stond voor al hun zorgen en hun verdriet. Waardoor de vreugde er niet meer helemaal was in hun leven. En ik zei tegen die mensen, breng die steen hier naartoe. Breng die steen naar God. Breng uw zorgen, uw verdriet en uw pijn. Breng die naar God. En ga dan weer naar uw plaats. Maar laat die steen achter. Laat die zorgen, die pijn en het verdriet, laat het achter. En dan zult u merken dat de vreugde des Heren in uw hart zal komen. Dat u dan weer blij kunt zijn. Dat u er dan weer op mag vertrouwen dat God voor u zorgt. En aan u denkt. U hoeft niet altijd blij te zijn. Maar u mag uw zorgen bij de Heer brengen. En als u dan gevuld wordt bij de Heilige Geest. Wat staat er dan in Galaten 5? De vruchten van de geest. De vrucht van de geest is liefde. En de liefde bestaat uit vreugde en vrede. Dat zijn de eerste twee dingen die genoemd worden. Als wij onze zorgen, ons verdriet, onze pijn bij de Heer mogen brengen, dan zal Hij ons hart vullen met de geest. En dan zal er vreugde en vrede in ons hart komen. En dat is nou precies wat de vreugde des Heren is. De omstandigheden zijn niet altijd even fijn. Maar die zorgen en verdriet, die mogen we bij Hem brengen. En dan zal er vreugde en vrede in ons hart zijn. Amen. Laten we een lied met elkaar zingen. Een lied om ons gebedsmoment in te leiden. En dat lied, dat zegt, vrede is gave van God. Want dat is het, lieve Heer. Dat is mensen, God kan ons de vreugde en vrede geven die wij zo soms naar verlangen. En als u nu hier zit en u zegt van, ik heb verdriet, ik heb pijn, ik heb zorgen. En u wilt die bij de Heer brengen. Dan mag u hier neerknielen als u dat wilt. U kunt ook een stoel neerzetten eventueel. Als u erbij kunt zitten, als het knielen wat moeilijker gaat. Maar breng de zorgen die u heeft, breng die bij God. En dan zult u ervaren dat u vrede en vreugde in uw hart vindt. We zingen het met elkaar. Laten we eerst een couplet zingen. En dan is ik graag iemand die met ons bidt.
Iemand bidt met ons. Uit uw woord, dat wij onder alle omstandigheden altijd de vrede en de vreugde kunnen vinden bij u. En Heer, help ons om dan ook onze zorgen bij u te brengen en ze daar te laten en met vrede en vreugde onze weg verder te gaan. Wees zo in deze komende week die bij ons is, voor ons ligt, bij ons. En wil ons helpen die vreugde uit te dragen. Maar Heer, ik begrijp maar al te goed dat voor mensen die in oorlog leven of die met de aardbeving te maken hebben, de vrede en de vreugde ver te zoeken is. Laten er mensen zijn, Heer, die daar gaan helpen. En laat ook die zegen en die vrede daar plaatsvinden. Heer, wees bij degenen die ziek zijn, moeilijk hebben met hun ziekte. Geef ook hun die vrede en vreugde te ervaren. Er zijn zoveel omstandigheden, Heer. En laten er mensen zijn die in die omstandigheden vrede en vreugde kunnen brengen. Vader, ik bid u, geef ons uw zegen. Geef ons uw vrede. Geef ons uw rust. In Jezus' naam. Amen. En zullen we dan ook dat tweede couplet met elkaar zingen? Zullen we dan met elkaar de woorden bidden die Jezus ons geleerd heeft, het Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. En dan tot slot zingen we ook dat laatste couplet.
Zo zijn we tot de slotlied gekomen. En die is 197. Een vreugde. Vreugde is ook om de Heer te dienen. En dat als leger des Heils hebben wij zoveel kansen op verschillende manieren iets te doen. Elkaar dienen, de wereld dienen. En ook met de slotlied willen wij zeggen aan onze Heere en Heiland. Ik hou van u, de Heer. Zullen wij staan voor de slotlied die dat kan? En wij zingen twee coupletten, dan geef ik u zegen. En komt de derde couplet. Zegen van God. Mogen de Heere van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede en vreugde geven. De Heere is met u allen. Amen. Amen. En de derde couplet.